Igunee, wat ontzettend leuk om jou op deze manier te leren kennen. Superleuk, vind ik ook. En ja, een kijkje in elkaars wereld te nemen. Zoek allebei naar toch wel, denk ik, een beetje die perfectie. Hè? Allure, volgens mij heel belangrijk. En het maakproces van mij als chef, ja. Jij als danseres. Ja. Hoe is dat? Ja, dat gaan we meemaken. Ja. Esté, ik ben dus heel erg benieuwd, waar haal jij je inspiratie vandaan? Wat gaan we bijvoorbeeld vandaag maken? Mijn grootste inspiratiebron is vaak wel echt een heel product from scratch. Maar wat ik leuk vind is dat je dus zo'n hele knol hebt. Ja. En dat we uiteindelijk een heel mooi, verfijnd en ja, nou ja, perfect. We streven naar perfectie, maar een heel mooi, verfijnd gerechtje van Maar weet maken. Jij dan ook al hoe het eindresultaat eruit gaat zien? Ik heb nooit al helemaal het eindresultaat in mijn hoofd. Ik heb daar wel ideeën bij, maar gaandeweg ik gewoon aan de slag ga, ontstaat dat ook een beetje. Jij houdt natuurlijk heel erg van details. Wat is dan bijvoorbeeld belangrijk voor jou bij dit recept? De kleur? Ja, de kleur. Ik vind het belangrijk dat het versheid uitstraalt. Dus als we straks het garneren. Ik heb heel veel bloemen en kruiden uit mijn eigen tuin meegenomen. Oh, wat leuk! Het gaat echt om de smaak. Om de oorsprong, om het verhaal daarachter, voor mij althans. Hè? Ja. Als het niet smaakt, dan doet het mij niks. Nee. Dat moet je raken. Ja. Eten is ook emotie. En zeker. Het is een soort, eigenlijk, je moet proberen een herinnering te triggeren bij mensen. Ja. Ik heb ook wel eens dat als ik iets eet wat echt heel lekker is, dat je gewoon vol schiet omdat het zo emotioneel is. Tuurlijk, ja, ja. Snap ik. Dus het gaat hier echt heel erg om de balans van al die smaken bij elkaar. Ja, de balans in eten is het allerbelangrijkste. En om daar ook mee te durven experimenteren. Ja. Ik hoorde jou net al zeggen, ik ben bang dat ik het fout doe. Maar dat loslaten en gewoon gaan durven. Ja. En dan af en toe een keer op je bek gaan en denken, ja, oh shit, dit was te zout. Maar juist door die grens op te zoeken kom je naar perfectie. Ja, precies. En wat is nou voor jou de ultieme combinatie van allure, perfectie, inspiratie, creativiteit, ja. Gecombineerd met dat je niet doorslaat, dat je altijd de waarde van de ingrediënten behoudt. En dan dus uiteindelijk natuurlijk hoe dat op het bord komt. Dat moet ook die allure uitstralen. Ik zie wel heel veel overeenkomsten met onze disciplines. Ja? De vorm naar, ja, de allure, de streef naar perfectie. En uiteindelijk met het doel om daar je gast of je bezoeker, om die mee te nemen. Ja, precies. Dus ik wil nu vragen om jou mee te nemen en het te proeven. Ja, heerlijk. Oh. Lekker? Oh, jeetje. Ja, dit is echt heel erg lekker. Ja, dus het gaat uiteindelijk natuurlijk allemaal om balans. Ja. Dit is echt heerlijk. Nou, goed om te horen.